Iwan Rasselbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, heeft vandaag tijdens een buitengewone openbare zitting het zittingsjaar 2019-2020 geopend. Bij de opening van het zittingsjaar in de congreshal ging Rasselbaks in op het beleid en de uitdagingen voor het Hof. Hij haalde onder meer aan dat er gewerkt wordt aan de huisvesting van de rechtspraak. Zo wordt de reeds jarenlange in deplorabele staat verkerende rechtszaal in het district Nikeri op dit moment gerenoveerd. De waarnemend hofpresident voegde eraan toe dat er een bijbouw komt voor advocaten en bezoekers. De minister van Financiën heeft de middelen voor deze calamiteit reeds goedgekeurd en beschikbaar gesteld, zodat de eerste zitting in Nikeri deze maand normaal voortgang kan hebben. Het Hof beijvert zich samen met de betrokken vakministers en de minister van Financiën om de afronding van de bouw van het nieuw gerechtsgebouw in het district Nikeri nog dit zittingsjaar te bewerkstelligen. De bouw van dit gebouw is enkele jaren terug gestart en liggen de activiteiten vanwege financiële problemen sedert enige tijd stil. Rasselbaks haalt aan dat de huisvesting van de rechtspraak een opleving heeft gehad met de ingebruikname van het gerechtsgebouw strafzaken en het gerechtsgebouw aan het onafhankelijkheidsplein. Desondanks zijn er nog enkele uitdagingen, zegt Rasselbaks. De uitdaging blijft echter het onderhoud van de drie gerechtsgebouwen en installaties en het creëren van meer werkplekken voor aan te trekken schrijfjuristen, rechters en juristen die op de werkvloer opgeleid zullen worden voor deze functies, als ook voor functionarissen en medewerkers van de bedrijfsvoering. De interim directeur bedrijfsvoering van het Hof en de aan te trekken facilitaire consultant zullen hiervoor beleid ontwikkelen, begroten en doen uitvoeren. Aldus Iwan Rasselbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie, vandaag in de congreshal bij de opening van het zittingsjaar 2019-2020.